Miss You van Louis Tomlinson bij 3FM. En daarvoor Justin Timberlake met Timberland. Want die andere die draait wel zoveel, Say Something. Ik denk, ik pak Cry Me the River er weer bij. Sorry. Is dat duidelijk wat ik bedoelde, toch? Ja. Dat ik Cry Me a River er weer eens bij pakte. Nou, ga jij nog niks zeggen over spraakgebrek trouwens, Martijn. Hé hey Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan hier ook even boos over twitteren dan Nederland. Trouwens, zei dat ik word uitgescholden over mijn spraakgebrek. Waar zijn mensen boos over dan? Waar zijn mensen doorgaans boos over dan? Nou, normaal gesproken als je zo'n grapje maakt tegenwoordig natuurlijk. Dat ligt ontzettend gevoelig. Ik hou van jouw spraakgebrek in de week. Ja. Versta je niet, maar... Even een dingetje. Afgelopen weekend hebben de CBS cijfers naar buiten gebracht over thuiswerkers. Ja, lekker jongen. Meer thuiswerkers zijn. Jij vindt het lekker? Te gek. Nee, maar hij werkt toch niet thuis? Gordijntjes dicht. En, hè? Jij werkt toch helemaal niet thuis? Jij staat vier avonden in de week ergens in het theater in een lutjebroek de Sterren van de Hemel te spelen. Daar niet van, maar dat is niet thuis. Nee, maar daarna ga ik weer met piepende bandjes naar huis. Ja, ik ga toch ook na deze uitzending met piepende bandjes naar huis. Ik vind het gewoon lekker dat je gewoon dat ik gewoon altijd mijn eigen tijd kan indelen. Maar dat vind je ook niet helemaal dood? Want ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment dan kun je dus fulltime voor de comedie kun je gaan. Ja. En dan zit je dus thuis en dan is het de eerste drie weken lijkt het me echt superleuk. Maar na week drie misschien toch wel dat je denkt, moh. Ja, dan moet de was weer gedaan worden. Hè, dan. Drie weken. Ja. Het moet er wat over hebben, eens een keer in de was natuurlijk. Lampen. Ja. Nee, ik heb nog geen moment verveeld, joh. Lekker, toch? Nou, je kunt eens een keer even een boekie pakken. Heerlijk. En dan denk je, heb ik vandaag zin om te gaan schrijven? Nou, ja, een uurtje of zo. Hè? Maar dit is een luxe die voor de meeste thuiswerkers niet geldt. Nee, dat is waar. Ik heb natuurlijk wel een uitzonderingspositie. Ja, ik ga het morgen gewoon proberen. Morgenochtend en morgenmiddag. En dan breng ik woensdag verslag uit over dit Daredevil-experiment. Hij stond dit weekend, wie had dat gedacht, op te treden in Hendrik Ido Ambacht. Ja. Het was er uitverkocht, ook daar zat het vol. Dames en heren, hier is hij dan. Martijn Kartoon. Nou, dat is gewoon dik vet fake nieuws. Het was niet uitverkocht, hoor. Nee. We hoopten dat het uitverkocht was. Nee. Nou, het scheelt niet veel. Maar goed. Zullen we beginnen? Nou, zullen we beginnen, ja. Maandag 26 maart. Hè, dat is vandaag. Afgelopen zaterdag hoorde ik een vrouw haar beklacht doen in het programma Radar Radio op NPO Radio 1. Woest was ze, want ze had tijdens de boekenweek die vorige week eindigde twee boeken gekocht op bol.com. Maar ze had het boekenweekgeschenk nooit gekregen. Terwijl, zo vond zij, daar had ze recht op. Vervolgens kwamen de reacties van bol.com zelf en van CPNB, die de boekenweek organiseert. Die vonden allemaal dat deze mevrouw wel een beetje overdreef. Want, zo redeneerde zij, het boekenweekgeschenk is een geschenk van de boekhandel en een geschenk is een cadeautje. En daar heb je dus in principe nooit recht op. Met andere woorden, zit niet zo te zeiken, mens. Maar ik dacht, nee, dit is dus onrecht. Die vrouw koopt boeken en heeft die week alleen maar reclames gezien waarop mensen met het boekenweekgeschenk juichend in Polonaise de winkel uitlopen. Het gaat om het principe. Want laat ik eerlijk zijn, ik heb nog nooit zo'n boekenweekgeschenk gelezen en toch wil ik het ieder jaar hebben. Gewoon uit principe. Want als ik ergens niet tegen kan, dan is het wel het gevoel dat er iets door mijn neus geboord wordt waar ik recht op heb. Zoals ik pas geleden in een snackbar. Ja, dat doe ik ook. Ik ben heel gewoon gebleven. Ik neem keurig plaats achter in de rij. Achter een vrouw die zo te horen een bestelling plaatst voor hele gezin. Ze rekent af en dan zegt de jongen achter de kassa: trouwens, wij bestaan deze week 20 jaar en we vieren dat met een leuke actie. Als u voor een bedrag boven de 20 euro bestelt, krijgt u een gratis picanto van het huis. Oh, nou wat leuk, zegt ze. Graag. Slechte actie, dacht ik nog. Maar ja, bij het horen van het woord gratis sta ik dus meteen op scherp. Ik wil dat gewoon gratis, maar ik ben alleen. Dus ik sla snel aan het rekenen en ik kom met mijn patatje oorlog en broodje koket, die ik voor ogen had, nooit aan de gewenste 20 euro voor een gratis picanto. En dan denk ik, kom op Martijn, doe normaal. Je gaat niet voor 20 euro aan frituur bestellen voor een gratis picanto. Dat slaat helemaal nergens op. De jongen achter de kassa vraagt, mag ik uw bestelling alstublieft? En ik zeg netjes, jazeker, een patatje oorlog en een broodje koket. Prima. Dat wordt dan 3,90 euro alstublieft, meneer. En dan zie ik in mijn ooghoek de vrouw een hap nemen van haar picanto en ze zegt, lekker hoor, hij is nog lekkerder als hij gratis is. En weer dat woord. En ineens hoor ik mezelf zeggen, dat doet trouwens ook maar 5 Cito sticks, 3 berenklauwen, chaslik en een frikandel speciaal. Prima, zegt hij. Dat wordt dan 19,65 euro. En dat is het. Hij begint niet over een leuke actie, niet over het 20-jarig bestaan, niet over mijn gratis picanto, niets van dat alles. Nee, in plaats daarvan vraagt hij hier opeten of meenemen. En ik denk, serieus ja? Omdat ik 35 cent te weinig heb, ga je me nu geen gratis picanto geven? Zo kinderachtig dit, ik was woest en ik wilde inmiddels niks liever dan een
gratis Picanto. Ik kom buiten en dan sta ik dus ineens oog in oog met een paar jongens van de middelbare school bij mij om de hoek. Diezelfde jongens die mij altijd vragen of ik sigaretten voor ze kan halen, want zelf krijgen ze geen sigaretten mee. En ik heb ruggengraat, dus ik doe dat alleen als ze het netjes vragen. En ik zie ineens een optie om alsnog mijn gratis Picanto te krijgen. Zij moeten die van mij gaan halen. Ze mogen ook wel een keer iets terug doen. Ik geef een van de jongens 20 euro en zeg, hey, pst, haal even 20 euro patat voor jullie, dan krijg ik een gratis Picanto. Mijn mondje dicht, ik verschans me achter een grote dikke boom hier in de straat en ik zie hoe die jongen naar binnen gaat en voor 20 euro snacks bestelt. En ja hoor, hij wel. Hij komt naar buiten en overhandigt mij de Picanto. En daar is hij dan, mijn gratis Picanto. Oké, okay, het heeft me 40 euro gekost, maar ik heb een gratis Picanto. Ik snuif de geur op van die verse Picanto. Ik sluit mijn ogen en ik neem een grote hap. Niet te vreten! Wat een ranzige snack. Die voel je je gijzelaars nog niet. Ik heb hem gevoerd aan de duif in het Vondelpark. En toch was ik blij dat ik deze Picanto in mijn handen heb gehad. Want ik wil niet leven in een land waar we elkaar Picanto's door de neus boren. Want ik heb een droom. Een droom van een land waar een gratis Picanto is. En een boekenweekgeschenk, gewoon een boekenweekgeschenk voor iedereen. Wie hem dan ook bestelt. Dat was eerder dus Martijn Kerdol. Dankjewel Martijn. Ik ga de politiek in, denk ik. Dat moet je zeker doen, ja. Mijn stem zou je hebben. Gratis Picanto voor iedereen. Ik wens jou een fijne week en tot volgende week. Het is toch Pasen dan, of niet? Je bent een weekje vrij. Nou, jij toch ook, of ik niet? Ik ben ook een weekje vrij. Ja. Ja, daar hoef jij ook niet te komen. Ja, nee. Nou, tot een fijne week.